En hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe aflevering van Minecraft Survival. Het is vandaag aflevering 61. Ja, dat hoorden jullie goed, 61. Het gaat echt super snel. Ik heb er niet eens over nagedacht. Allereerst wil ik even zeggen dat ik er echt heel tevreden ben over hoe het gaat, want ik word echt hier blij van. Als ik zie hoe ik alles doe, en ik aan de andere kant denk ook van, ja, misschien ben ik hier gewoon echt gewoon keigoed in. Maar ja, trouwens. Deze trap zit best wel heel ver weg van dat gat. Maar dat maakt niet uit. Dan kan ik hier misschien nog iets aan de kamertjes aan doen. Is zoals ik al zei, vorige aflevering zoals aan cliffhanger shit. Kunnen dat jullie deze aflevering gewoon lekker kunnen zien. Dat ik deze aflevering ga doen. Dat kunnen jullie ook zeker zien als jullie dat willen zien. Gaan we het zo even uitgraven. Perfect. En ik ben nog steeds echt heel erg blij. Dat het mij gewoon lukt. Dit klopt niet. Dit blokje moet hier weg. Dan is het veel mooier dit. Boom. Kijk. Kijk eens hoe mooi. Dit is echt mooi. Dit is kunst. Oké, dit is goed. Dan kom ik hier uit. Naast dit raam. En dan kan ik hier eigenlijk... hier nog een stukje naar beneden. Zo. Maar ik wil wel een beetje centraal in die kamer uit proberen te komen. Maar ik kan ook gewoon een beetje een hoekje doen. Dat weet ik nog niet. Oh, het is hier eigenlijk best wel heel donker. Boom. Ja, ik weet dat jullie echt straks helemaal niks meer zien. Dus ja, moet even zo. Wat ik even doen? Ik ga het alvast even mooi maken. Dat ik echt alvast helemaal... Dat ik alvast het hele goede beeld heb. En jullie natuurlijk ook. Tenzij jullie niet goed hebben opgelet. Maar dat betwijfel ik eigenlijk een beetje. Dat jullie het niet goed hebben opgelet. Want volgens mij vinden jullie het allemaal een hele leuke serie. Tenminste, daar ga ik vanuit. Dat hoop ik. Ik vind het zelf een hele leuke serie. Dus ik hoop jullie ook. Dus ja. Oké, dit klopt. Zo. Deze moet ook nog weg. Die moet weg. Dat. Kijk. Kijk, zo gaat het harder. Zo gaat het hout opeens heel hard. Maar het scheelt. Ik heb er genoeg van. Want ik hou niet van weinig meenemen, dus ja. Zo kennen jullie mij ook niet, dus ik weet niet hoe jullie me allemaal kennen. Misschien als vriend, misschien wel als vijand. Oeh. Creepy. Oh, god, dat moet niet. Dus dat is niet goed. Oké. Zo en zo. Oké, mijn luie trap. Op deze manier wordt wel heel erg lui, dus... Dat is eigenlijk wel heel erg goed, want dan op die manier kan ik gewoon met een kom ik gewoon al een heel eind. Met de lengte oplossen. En ik weet niet hoe diep ik moet, dus dat is voordeel voor mij. Laten we even kijken op welke coördinaat ik moet zitten. Oké. Ik moet even kijken wat de diepte is. Alleen de diepte, dus dat is dus... Ik ken deze coördinaat helemaal niet. Oké, ik moet even kijken. Even kijken. Light, local. Moet even kijken. Oh, het staat helemaal bovenaan. 59, 58. 69, 68. Kijk, ik zit nu op 68. En mijn trap moet uitkomen. De vloer moet uitkomen op 62. Dus 62 kan het in de diepte. En dan mag het zo'n beetje, ik vind eigenlijk dat het, dan moet ik dit even centraal neerzetten. Hier komen dan kisten en shit. In die hoeken kan ik toch niet zoveel kwijt. Want daar ga ik geen kisten neerzetten. Dat doe ik gewoon niet. Dus ja. Ik zet de kisten tegen de muur, ter informatie. Ik bouw de kisten wel in, maar ik zet ze tegen de muur, niet in de muur. Ja, ik bouw er een muur omheen om de kisten. Dus, vandaar. Oké, dan moet hier even... Moet even centraal worden. Ik ga dat gewoon alvast maken, want dan weet ik tenminste hoe alles eruit gaat zien. Dus ja. Dus je denkt van, huh? wat doe jij? Nou, bij deze weten jullie wat ik doe. Dat ik dus gewoon overal netjes dat kan plaatsen. En aan leer is geen gebrek. En dit komt gewoon uit. Het komt gewoon per ongeluk. Het komt gewoon puur toeval komt het uit. En ik weet nu niet meer aan welke kant ik goed naar boven moest. Oh, het lekte. Jullie zagen het ook. Maar ik moet dus op 62 hoog. Ga ik daar naartoe werken. En die andere coördinaten komen later wel. Ik denk dat ik al een heel eind kom hoor. Qua 62. Even
kijken, blok 64, 63 kijk, dat bedoel ik dus. Dan gaan we dus even deze weghalen. Dan plaatsen we hier dit. Oké. Okay. En dan komen we hier uit op 62. Ik sta op 62 op het moment. Dus dan moet hier dus gewoon zo deze kant gegraven, opgegraven worden. Zo. Oké, we moeten nu naar de goede coördinaten gaan zoeken. Maar eerst even wat eten, want dat moet ook gebeuren. Zeker dat we moeten eten. Oké. Deze coördinaten zijn eigenlijk... Wacht even. Waar zit ik ongeveer onder? Ik moet even kijken waar ik ongeveer onder zit. Ik zit ongeveer... Ik kom volgens mij al een heel eind. Ik denk dat ik ongeveer hier zit. Als ik nou gewoon recht opzij ga minen. Daar. Gewoon even om te kijken. Ik ga het niet meteen zo gebruiken. Alleen gewoon... Oh, what the fuck? Dit is toch perfect? Oké, ik kom uit een zo'n hoekje. En die trap zit hier al bijna meteen, dus... Ik kan het ook gewoon met een hoekje doen, waarom ook niet? Ik doe het gewoon in een hoekje. Dit wordt het hoekje. Dit is gewoon het hoekje. Perfect. En hoeft hier natuurlijk niks te komen, want dit wordt dan gewoon het hoekje. Ja. En ik dacht eigenlijk dat de trap veel te ver zit, maar dat de trap veel te ver zou zitten. Alleen met zo'n lui trap. Ik vind sowieso zo'n lui trap vind ik veel cooler. Maar dit wordt zo gewoon heel mooi. Dit wordt echt heel mooi. Dit glitst nog steeds een beetje, maar aangezien ik nu dus gewoon een trapje heb, mag dit gewoon weg. Zo. Wat hebben we al veel gedaan? Dit is echt niet leuk. Ja, voor mij wel. Natuurlijk, en voor jullie ook. Wat we nu kunnen doen is ondertussen, is dit even op gaan lossen. Dit probleem. En wat ik wel wil doen, ik moet binnenkort weer even iets van glowstone gaan verzamelen, want dat wil ik wel achter de chesten gaan doen. En, ja, goed zo. Oké. Weer hier, hè? Ga weg. Oké, hier een keertje niet. Top. Weer hier. Wat is dit? Wat heb ik gedaan? Weer exact hier. Hoe heb ik dat uitgerekend dat het zo moet? Hoe exact heb ik kunnen uitrekenen hoe vaak ik mezelf in de weg kan zitten? Of kan tegenzitten eigenlijk? Oké. Kijk, dan gaan we het gewoon even zo verlichten, want anders wordt het niet verlicht en dan gaan niet allemaal monsters spawnen. En dan komt er een creeper en die gaat gewoon allemaal mijn kist opblazen. Dat gaat even niet gebeuren. Dus dit wordt goed verlicht. Dit is even in eerste instantie, maar op zich vind ik het er ook wel cool uitzien hoor. Niet dat ik het er niet cool uit vind zien, dat even vooropgesteld wordt, dat ook duidelijk is. Oké. Boom. Weer hier, hè? Oké. Ik vind het serieus heel goed gaan. Ik vind het echt heel goed gaan. Ik verbaas mezelf eigenlijk heel vaak over hoe ver, over wat ik kies en hoe ik het bereik. Want ik bereik altijd dingen waarvan ik altijd denk aan het begin, dat ik halverwege altijd denk van, hoe ga ik dit ooit nog goed krijgen? Weet je? Op die manier een beetje. Dat is een beetje het idee wat ik altijd heb. Van, hoe ga ik dit ooit nog goed krijgen? Of hoe ga ik dit oplossen? En dan zit ik daar een tijdje vanuit denken van, oh kijk, wacht, dat kan wel. Oh, dat doe ik zo, weet je. Dat heb ik heel vaak. Dat is echt niet normaal. Oké. Pakken we even dit erbij. Boom. Oké. Boom. 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 Nee, wacht. Eigenlijk moet ik het... Hier is het van steen. Maar dan moet ik het... Hier eigenlijk van hout maken. Want hier is het al. Hier is het al van hout. Ik kan er ook steunpalen maken. Maar dat doe ik eigenlijk. Dat doe ik even niet, denk ik. Dan moet ik het even van hout maken. Vanaf hier is het dan weer gewoon hout. Hey, dat kan gewoon. Waarom niet? Waarom niet? Moet ik dit nog wel even uitgraven. Maar dat maakt niet uit. Dit gaat in ieder geval echt al heel goed. Ik ben echt trots op mezelf. Dat kan ik. Ik kan het gewoon voluit zeggen. Ik ben trots op mezelf. Dat ik dit zo bereikt heb al. Want zoals ik net ook al zei. Ik verbaas mezelf echt nog. Bij wijze van spreken nog regelmatig. Hoe ik dingen bereik. En ten eerste dat ik ze bereik. En ten tweede nog hoe ik ze bereik. Want dat is soms nog heel erg merkwaardig. Hoe ik dingen bereik. Dus ja. Ik ben wel trots op mezelf. Dat is belangrijk. En dat ik zo'n geluk heb dat ik denk van... Oh, weet je wat? Zo'n lui trap is misschien wel cool. En dan komt het gewoon... Op een manier komt het mij gewoon zwaar in mijn voordeel. Nou, dat vind ik leuk. Dat soort dingen vind ik leuk. Zo.
Oké, ik heb nog genoeg goud bij me. Oké, top. Oh, shit. Al meteen, hè? Ja, al meteen. En boom. Boom. En boom. Zo. Kijk, dit komt goed. Dus ik voel het hoor. Ik voel dat dit helemaal heel erg mooi wordt. Ik voel dat. Ik voel dat soort dingen aan. Er zijn meer dingen die ik aanvoel, alleen die zijn meestal niet positief. De meeste van jullie zullen wel weten wat ik bedoel. Bijvoorbeeld een slecht cijfer op school, weet je. Niet dat ik die extreem vaak heb, maar ik voel ze wel aan meestal. Ik voel meestal wel aan van, nou oké, ik heb het goed gemaakt of ik heb hem slechter of ik heb hem verneukt. Dat voel ik nog, dat kan ik nog aardig aanvoelen. Laten we het even daarop houden. Dus dat is eigenlijk wel goed altijd. Als ik kan aanvoelen of ik mijn toets verneukt heb. Kan ik positief zien. Ik kan altijd nog positief naar mijn toets terugkijken. Meestal kan ik positief naar mijn toets terugkijken. Laat ik het even zo zeggen. Er zijn ook toetsen die ik heb gemaakt dat ik echt denk van, hoe heb ik dat kunnen doen? Hoe heb ik zo'n slecht cijfer kunnen halen? Of juist zo goed? Want ik heb ook wel eens een keer een 10 gehad bij wiskunde. Ik had niet verwacht dat ik dat had gekund. Echt niet. Ik had echt niet verwacht dat het mij was gelukt om een 10 te halen. Voor wiskunde. Niet dat ik slecht ben in wiskunde, alleen ik had niet helemaal het ik had wel een goed gevoel voor de toets, alleen niet echt dat het echt helemaal goed kwam. En ik weet eigenlijk niet eens waarom ik helemaal over school aan het praten ben, want het is vakantie. En wie wilde nou nu op dit moment denken aan school? Wat ben ik voor persoon dat ik nu ga denken aan school? Oh, oh, oh. Dit komt goed. Ik voel dit helemaal. Maar jullie zien natuurlijk ook wel dat dit gewoon in een paar afleveringen. Dit was natuurlijk iets wat veel minder tijd ging kosten dan mijn berg. Want mijn berg heeft natuurlijk heel lang geduurd. Maar ja, weet je. Even zo doen. Oké, laten we. Dit moet nog even gebeuren. Dit. Exact dit. Ik wil dit zo plaatsen. Doen we dit zo. Dit wordt zo geplaatst. Doen we dit hier. Dit zo. En zo. En toen miste ik er één. Moet dus even die blokjes weghalen. Dat nodig is. Zo, kijk. Oké. Zo. Ik mis inderdaad echt letterlijk nog één blokje. Maar ik kan er ook wel gewoon een aantal maken. Dat maakt ook niet uit. Nee toch, ik vind van niet. Zo. Zo, dat gaat goed zo. Oké, okay, gaan we hem gewoon even achter doen. Dat ik niet van die holle ruimtes heb. Dat heb ik volgens mij hier ook. Ja, kijk. Vind ik eigenlijk helemaal niet zo mooi. Nee, ik had ze nog hoor. Geen zorgen dat ik die fout maak. Oh, dat hoeft hier niet. Oké, dan niet. Nee, wat doe ik? En boom. Boom! Dit stuk is gewoon af. En volgens mij is dit nog symmetrisch ook. Dit is nog symmetrisch ook. Oh, wat mooi. Wat ik eigenlijk nu moet gaan doen, is ik ga even het mooi maken voor de kisten. Want dit moet dus nog even gebeuren. Wat ik ga doen. Ik ga dit allemaal weghakken. Dit zijn gewoon standaard dingen die moeten gebeuren hoor. Anders gaat het niet werken. Ik denk er nu pas aan, want ik weet eigenlijk nu pas hoe ik allemaal ga inrichten, weet je. Dus ik ben echt heel tevreden hierover. Want ik had toen, weet je, ook trouwens kan ik wel even zeggen, toen ik dit ging uitgraven, dacht ik, oh, wat super cool. Toen had ik dit uitgraven, toen zag ik dat het eigenlijk vierkant moest. Dacht ik van, oh nee, nu heb ik weer iets gedaan wat helemaal niet mooi is. Maar daar heb ik achteraf, heb ik toch gedaan. Dus toen was ik eenmaal mee bezig. En toen dacht ik van, nou weet je, ik denk dat dit nog wel heel erg mooi gaat worden. En ja hoor, het is heel mooi geworden. Tenminste, ik vind het heel mooi geworden tot nu toe. Het is natuurlijk nog niet af. En als het helemaal af is, is het natuurlijk helemaal mooi. Alleen, ik vind het nu toch nog steeds heel mooi. Dus ja. Boom. Dit gaat gewoon heel goed. Oké. Okay. Wat gaan we nu doen? Gaan we even slabs maken? Ga ik even slabs maken? Ik heb er al eentje. Maar jullie, de meeste van jullie zullen ook wel weten wat ik nu ga maken. Deze opdracht gaat dus nog wel een aantal afleveringen duren. Alleen dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Oké. Zo. Dit is wel genoeg. Zo. Oké, top. Ja, ik ga het gewoon letterlijk maken alsof je niet kan zien dat er iets weg is.
Kijk zo. Vind ik wel mooi. Want dan kunnen de kisten wel open. Alleen je ziet het niet echt, eigenlijk. Dat je het duidelijk zal zien, dat is ook een beetje anders. Dus ja. Zo. Kijk. Dit wordt mooi. Ik voel dit gewoon. Ik weet dat ik nu heel vaak zeg van, oh, het wordt mooi. Maar ik ben echt heel zeker. Ik ben best wel zeker van mijn zaak. Kijk, dit is al heel goed. Dit is heel goed. Oké. Dit mag weg, want dat heb ik nu niet meer nodig. Ja, weet je. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet niet een like achter te laten, te reageren en te abonneren als je dit leuk vond. Ik voel ik krijg echt steeds meer zin om dit op te nemen. En waarom? Omdat de berg gewoon huis wordt. En dan heb ik gewoon een thuisplekje, weet je. Dus ja, maar dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Vergeet niet een like achter te laten, te reageren en te abonneren. Oh, ik val in herhaling. En zeg ik bedankt voor het kijken en gedag.